Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia. Voordat we met onze uitzending beginnen, wil ik toch de doelstelling van Ecclesia Radio aan u uitleggen. En daarvoor gebruik ik de tekst uit Ezechiël hoofdstuk 3, vers 17. Mensenkind, Adamiet, u heb ik als wachter over het huis van Israël, dus de 10 stammen, aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Dit kreeg de profeet Ezechiël te horen. Ook ik heb deze opdracht van God ontvangen. En daarom wil ik beginnen met een ernstige waarschuwing. Het onderkennen van onze Israël-identiteit moet een mens nederig maken. Want alleen een zachtmoedig mens zal het aardrijk beërven. De reden om onze Israël-identiteit aan ons volk bekend te maken, heeft een tweeledig doel. Ten eerste om ons te bezinnen op de grote liefde welke God, onze Vader, ons als Israëlvolk heeft liefgehad om zijn enige geboren zoon te geven als losprijs. Punt 2. Met volharding moeten wij ons volk terugleiden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dit is onze inzet en doel. Er heerst een geestelijke armoede onder ons volk. Zij hebben hun God verlaten en velen van onze volksgenoten zeggen Jezus niet te kennen. En zeer velen kennen niet hun Israël afkomst. Kerken, schuine streep, groepen leren ons dat ons volk heidenen zijn, tussen haakjes, en geënt zijn in Israël. En dan bedoelen zij nog in het Jodendom. Terwijl de gehele schrift spreekt van Israël als de 12 stammen, als een heilig volk, dat betekent apart van andere volken, goden ten eigendom. Zij mochten zich niet vermengen met heidenen. Ook nu is dat nog van kracht. Zo is het zogenaamde geestelijk Israël ontstaan, geïntroduceerd door de kerken als vervangingsleer op de uitverkiezing. Christenen over de hele wereld die zich bewust zijn van hun identiteit, hebben zo'n grote taak om daarvan te getuigen dat het belang ervan ons met ontzag vervult. Zegt de Heer Jezus niet dat wij zijn koninkrijk moeten zoeken? Hebben wij dat gedaan? En wat is daarvan de uitkomst? Bent u, luisteraar, al bij uw Israël-identiteit uitgekomen? Als dit zo is, mag de Heer u dan verder onderwijzen in de geheimenissen van zijn koninkrijk. Mogen de Heer u daarin zegenen. Amen.